Dit is mijn verhaal. Een waargebeurd avontuur van een meisje op een tractor naar het einde van de wereld. De Zuidpool. Alsof je op reis gaat naar de maan met een tractor. Wat ik wil is inspirerende verhalen vertellen die laten zien dat onmogelijke dromen werkelijkheid kunnen worden. Over de hele wereld verzamelde ik wensen en dromen. Na 2,5 jaar reizen had ik een hoop meegemaakt. Maar ik was vooral geraakt toen ik het verhaal hoorde van deze vrouw. Toen ik op bezoek was bij de Hunger Project in Malawi. My name is Flona Mangriza. I had a vision to have a better home, to eat 3 times a day and to eat my favorite at the time I want. Ooit adopteerde zij 3 varkens. 8 lange maanden verkocht ze ze niet op de markt, ze at ze niet op, maar voedde ze. En als je hier een tijdje bent en je snapt hoe mensen bij de dag leven, dan snap je ook dat 8 maanden lang voor 3 varkens zorgen best wel wat inzicht vergt. Omdat je al heel snel denkt, maar ik heb honger, laat ik een varken slachten, dan heb ik tenminste wat te eten. En na die 8 maanden had ze geen 3 varkens meer, maar 28. En toen ik haar ontmoette, was ze in het bezit van een hele kudde. En zojuist had zij 80 varkens verkocht. En ze had in plaats van een gewoon plaggenhutje een eigen stenen huisje. I built this house. En als klap op de vuurpijl zorgde ze voor 60 kinderen uit de omgeving. En toen begon ik te huilen. Toen ik haar verhaal hoorde, begon ik te geloven dat elk mens een einde kan maken aan zijn of haar honger. En dat is precies de filosofie van de Hunger Project. Deze droom en duizenden anderen reizen met me mee achterop mijn tractor. Helemaal naar de Zuidpool.